Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 16 oktober 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Dit weekend vindt weer de Jota Joti plaats, het evenement waarbij scouts wereldwijd via de amateurmicrofoon en via internet met elkaar communiceren. In veel landen is een speciale toestemming vereist om scouts voor de amateurmicrofoon te laten plaatsnemen, maar in Nederland is dit sinds een aantal jaren toegestaan en is een speciale vergunning niet nodig. De start van het evenement vindt vanavond, vrijdagavond dus, op de repeater van deze uitzendingen plaats, via PI2NOS dus, vanaf 2200 uur. De uitzending vindt fysiek plaats vanuit het clubhuis van de Albert Schweitzer Groep in Woerden, met als richtfrequenties 145.325 en 3663 kHz, plus of minus 5 kHz QRM. Verder via PI6ZTM op ATV en ook op het deze week al genoemde evenementenstation Scout FM. De openingsuitzending is daarnaast live te volgen via YouTube. Website met informatie over deze openingsuitzending en over de Jota Joti is www.jota-joti.scouting.nl. Ik heb de afgelopen weken verschillende meldingen gehad van mensen die melden dat ik het nieuws waarschijnlijk voor veel mensen te snel oplees. Ik herinner me zo de namen van onder andere Tjeerd, die dit als eerste meldde, van Tony, hier vlak bij mij uit de buurt, en ook van Misha, maar ze waren niet de enige. Het vervelende is, dit is mijn manier van praten. En als ik probeer traag te praten, dan klinkt dat wel eens onnatuurlijk of gemaakt. Ik heb ook al geprobeerd om tekst via elektronische tempoverandering te vertragen. Dat is iets wat bijvoorbeeld voor een kort gedeelte erg goed kan werken, als je dat niet helemaal duidelijk uitspreekt. Maar als ik dat op de hele uitzending loslaat, dan verandert het, ondanks dat de toonhoogte daarbij niet veranderd wordt, op een of andere manier toch de lading van wat ik zeg. Ik ga in elk geval proberen om hier iets aan te doen. Geen garanties dat dit altijd of überhaupt zal lukken. Ron Papa Bravo 0 Alpha November Lima heeft op www.vrza.nl een waarschuwend artikel gepubliceerd onder de titel Registratie intrekken, let op de gevolgen. Sinds de bekendmaking van Agentschap Telecom om met ingang van 2016 een jaarlijkse vergoeding van €31 per registratie te gaan heffen, barsten hierover in amateurland de discussies los. Goede argumenten en slechte argumenten passeren de revue en sommigen trekken hun conclusie: ik ga mijn registratie opzeggen. AT heeft ons laten weten al een aantal opzeggingen om die reden binnen te hebben gekregen. Maar let op, besef wel dat er consequenties zijn aan het opzeggen van je registratie. Heb je bijvoorbeeld een roepnaam die met PA0 begint, dan raak je die roepnaam voorgoed kwijt en kun je die dus niet later opnieuw aanvragen. Heb je een roepnaam met een andere prefix, dan kan je die op een later tijdstip alleen nog maar terugkrijgen als die niet al opnieuw is uitgegeven. Hij wordt dan bij een opzegging of wijziging van de call direct opnieuw vrijgegeven voor nieuwe aanvragen. De commissie machtigingszaken van de VRZA wil hier heel duidelijk over zijn om overhaaste beslissingen te voorkomen. Weliswaar hebben wij samen, dus de VRZA, dus met de Veron vorig jaar een nieuw roepnamenbeleid voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een roepnaam voor altijd aan een persoon wordt gekoppeld en door die persoon altijd opnieuw aangevraagd kan worden. Maar het voorstel is nog niet door AT gerealiseerd. Op de site van Agentschap Telecom in de rubriek Vragen en Antwoorden van radiozendamateurs wordt op een aantal zaken met betrekking tot de registraties ingegaan. Een direct linkje naar die rubriek is te vinden op www.vrza.nl. Al door enkele mensen is gevraagd waarom de mede door Daily Minutes aangekondigde 5 MHz allocatie in Nederland er nog niet is. Ik was hiermee bezig toen ik in september griep kreeg. Vervolgens heb ik het onderwerp tijdelijk laten rusten. Ik heb in september onder andere nog enkele vragen over dit onderwerp, onder andere aan de woordvoerder Telecom van het ministerie van EZ gevraagd. Maar ondanks de eerdere openheid ging het hier net als bij de andere betrokkenen rondom de kwestie op dat moment. De gevraagde informatie die kwam er niet. Gezien het eerdere optimisme en de genoemde verwachte termijnen is het toch een beetje vreemd. Eigenlijk het enige dat nu bekend is, dat is dat van de in juli ter beoordeling gedeponeerde wijzigingen van het Nationaal Frequentieplan, niet zoals verwacht al in begin september een goedkeuring is gepubliceerd in de Staatscourant. Die goedkeuring is nodig om de frequentietabel van de regelgeving voor amateurregistraties te kunnen aanpassen. En pas daarna mogen de amateurs van de nieuwe band gebruik maken. De meest waarschijnlijke hypothese is overigens dat de zaak door iets wat niks met de amateurhobby te maken heeft is vertraagd. Ik ben van plan om, nu mijn gezondheid weer een beetje de goede kant uitgaat, begin volgende week weer eens opnieuw op de zaak te duiken. In dat geval zal ik daar in ieder geval snel opnieuw over berichten.
Vorige maand verscheen de nieuwsbrief Ontwikkelingen in de Ether van Agentschap Telecom. De afgelopen weken zijn we aan het onderwerp niet toegekomen, maar er staan toch wat interessante dingen in die het vermelden waard zijn. Zo gaat AT op 3,7 gigahertz een alternatief bieden voor de vollopende huidige wifi-banden. Verschil is dat deze band alleen met vergunning gebruikt zal mogen worden. Toepassingen hiervoor zijn bijvoorbeeld productiebedrijven, waar het voor de veiligheid heel belangrijk is dat hun draadloze verbindingen niet worden gestoord. En bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar de zaken te belangrijk zijn om via traditioneel wifi te laten lopen. Daarnaast komen gemeentes in beeld met bewakingscamera's die van wifi gebruik maken. Ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een recreatiepark met een eigen telecomnetwerk. Bedrijven mogen bijvoorbeeld ook een private LTE-netwerk voor smartphones opzetten op die band. Met name in stadscentra worden de bekende vergunningvrije draadloze frequenties steeds drukker en is 2,4 GHz op drukke tijdstippen vaak al grotendeels niet meer bruikbaar. Het gaat overigens bij de vergunningen om een fors bedrag, 1000 euro voor het eerste jaar en 400 euro voor de jaren erop. Een dergelijke vergunning is dus alleen weggelegd voor overheden en de wat grotere bedrijven. Agentschap Telecom verwacht niettemin dat de nieuwe frequenties enorm snel vol bezet zullen zijn. De nieuwe frequenties zijn verder alleen beschikbaar onder de lijn Amsterdam-Zwolle, omdat ze in het noorden al voor andere zaken in gebruik zijn. Ook is het gebruik van de band niet voor altijd. In 2020 volgt een evaluatie en op zijn vroegst in 2022 zal de band mogelijk in gebruik worden genomen door mobiele providers. Wat er dan met de gebruikers van dat moment moet gebeuren, vermeldt de AT-nieuwsbrief niet. We live in an age of amazing technology. But for some people, just being a consumer of off-the-shelf gadgets isn't enough. If you're bored with this and looking for something more exciting, why not take a trip around the world at the speed of light? This is a hobby with hundreds of different ways to have techie fun. Using this simple ham radio transceiver and a good antenna, you can talk to other amateurs around the world, and you can do it from almost anywhere. I'm at a portable station. The radio signals you transmit travel around the world at the speed of light. No internet connection or mobile phone signals are needed. Just your own skills as a radio ham. I'm 11 years old and I'm about to do the foundation license. Amateur radio, a 21st century hobby. Zo heet een in samenwerking met de TX Factor door RSTB gemaakte promovideo voor onze hobby, die zich speciaal op jeugdige geïnteresseerden richt. Zoals we van TX Factor gewend zijn, is de promotievideo zeer professioneel gemaakt. De video is onder andere op YouTube te bekijken en ik heb hem ook op panelete.nl geplaatst. Als het lukt is er vanavond om 10:30 trouwens een korte versie van de lange PNL0 nieuwsuitzending op PI3 UTR. Ik ben trouwens benieuwd naar reacties op deze langzaam gesproken versie van de Daily Minutes.